echt geweldig. Deze bikini. Ja, nu voel ik me eigenlijk best fit. Maar mezelf kennen, dan wordt het toch een uitdaging. Vind ik ook iets. Dit jurkje, maar hij is echt te klein. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik wilde echt een lange weekendvlog voor jullie gaan maken, maar ik was ziek. En echt goed ziek. Ik was donderdagnacht de hele nacht op aan het spugen en diarree. Ja, ik bespaar jullie de details. Het was echt niet chill. Vrijdag heb ik dat ook nog de hele dag gehad. Het is nu zaterdag en ik heb gisteren denk ik overdag 5 uur geslapen in totaal. En 's avonds ben ik om 9 uur in bed gaan liggen. Te veel kwam kort over 9 in slaap. Omdat ik gewoon, ja, ik had het gewoon nodig. Ik had gewoon echt slaap nodig. En toen ben ik vanochtend om 7 uur, kort over 7 of zo, werd ik wakker. En toen voel ik me eigenlijk wel weer prima. En ik heb vanmiddag een broodje met kaas op. En dat heb ik binnengehouden, gelukkig. Want gisteren echt alles wat ik at kwam eruit. Maar nu heb ik gelukkig mijn eten binnengehouden. Ik voel me wel een klein beetje, niet echt misselijk, maar de hele tijd van die boertjes en zo. Dus het gaat nog niet helemaal goed. Maar ik heb echt geen zin meer om binnen te zitten. Dus ik ga nu met mijn vriendin Sam gaan we even lekker lunchen. Nou ja, lekker. Ik zal niet veel eten, maar wel even eruit. En dit is wat ik daarvoor aan heb. Deze top van Asuals met deze broek van de Zara. En ik heb mijn sneakers. Ja, ik weet niet of je het ziet. Sneakers van New Balance aan. En ja, ik moet echt opschieten. Ik heb niet veel tijd meer. Zoals altijd. Oké, we gaan even mijn tas inpakken. Dit tasje neem ik even mee van de Zara. En mijn Laneige lip balm gaat mee. Want ik heb echt kapotte lippen. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik heb allemaal velletjes eraf getrokken gisteren. Niet zo handig. Portemonnee gaat mee. En mijn vape. Maar ik vape laatst het eigenlijk helemaal niet meer. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker thuis laat. Mijn telefoon natuurlijk. En mijn sleutels die liggen beneden. En ik wil eventjes zakdoekjes mee. Altijd handig. Vooral als je een beetje ziekig bent. En that's it. Ik heb trouwens nog een pakketje binnen. Die wilde ik nog even aan jullie laten zien. Van Salty Figs. En het is geweldig. Echt geweldig. Deze bikini. Ik heb hem vandaag gepast. En ja, het is trouwens ook heel bizar. Want ik ben dus in 2 dagen gewoon 2,5 kilo afgevallen. En het is waarschijnlijk allemaal vocht wat er gewoon heel snel weer aankomt. Maar nu als ik dus in de spiegel sta, heb ik gewoon abs. En ben ik helemaal gewoon droog zoals ik zou willen. Dus ik hoop dat het zo blijft. Maar waarschijnlijk niet. Dus ik ging net deze bikini passen en hij zat echt fantastisch. Ik ben er zo blij mee. Het broekje heb ik in een maat M. En het topje heb ik in een maat S. En ja, het zit echt super mooi. En ik vind de stof mooi. De kleur is mooi. Er zit een soort glinsteringetje in. Ja, ik ben helemaal fan. Dus die gaan sowieso mee naar Ibiza. En ik heb nog een pakketje binnen van My Jewelry. Maar zoals ik zei, ik heb haast. Ik heb geen tijd om dit nu te unboxen en te passen en zo. Dus laten we gaan naar Sam. Echt voor juni. Het is vandaag 1 juni. Is het echt bagger weer. Ik associeer juni al met zomer. Maar dat moet je dus in Nederland niet doen. En wat een vreselijk weer. We gaan naar Sam, haar nieuwe huis. Ze heeft haar eigen huisje nu. En het is helemaal nieuw. Dus ik ben heel benieuwd. Als het goed is, kom ik gewoon op tijd. Nou, dat is ze niet gewend van mij. Ze is zelf ook altijd te laat. Dus ze zal zelf ook nog niet klaarstaan. Ik ben benieuwd. Wat denken jullie? Ik denk het niet. Ik ben helemaal vergeten te filmen dat ik met Sam was. We waren heel druk met kletsen. Bijkletsen. Nu sta ik voor de deur bij de wimpers. Ik ga mijn wimpers laten fixen. Want ik ben heel erg leeg. Dus daar heb ik best wel veel zin in. Maar één ding wat een beetje minder is. Is dat mijn buikpijn weer een beetje begint op te spelen. Dus ik hoop niet dat het erg wordt. En kijk even hoe mooi mijn wimpertjes weer zijn. Ik ben er zo blij mee, jongens. Ik weet niet hoe ik ooit moet gaan stoppen met wimpers. Maar het stoppen hoeft niet. Ja, als ik op reis ga, dan wel. Dat wordt echt een vervelende periode. Oké, even wat anders. Ik heb een pakketje binnen van Spice PR. En het is een PR-pakket van Charlie. Een pakketje van Charlotte Tilbury. En ik zag dus al bij andere vloevloes dat Charlie dus fragrances gaat uitbrengen. Parfums. Ik heb hier een mooi doosje. En hier zit een parfum in. Foria Cosmic Power Calm Bliss en Magic Energy. En ik heb de
Cosmic Power. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben best wel kritisch met parfum. Dus hele kleine kans dat ik het lekker vind. Het ziet er wel heel schattig uit. Echt een soort Efteling luchtje. Dit is het flesje. Wel echt een heel leuk flesje. Ik ga jullie mijn eerlijke mening geven. Ik ben echt bang. Oh. Oh. Dit is niet vies. Maar hij moet even een beetje vervliegen. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik moet even wennen. Maar het is niet dat ik gelijk denk van En dat heb ik wel echt heel veel bij parfum. Dat heb ik wel echt heel vaak bij parfum. Wat zijn de ingrediënten van deze parfum? Ja, het is lekker. Maar dit gaat niet mijn parfum worden. Dus jullie snappen wat ik bedoel. Maar ik heb dus gehoord dat andere parfums, want ze hebben er dus 6 uitgebracht, dat andere ook heel zoet zijn. En ik hou dus heel erg van zoet. En dit is wat meer kruidig en beetje een ambergeur. Ik weet zeker dat mijn moeder gaat dit geweldig vinden. Dus deze gaat sowieso goed van pas komen. Ik weet 100% zeker dat mijn moeder dit helemaal fantastisch gaat vinden. Ik vind het dus ook wel lekker. Maar ik moet er zin in hebben. Dit wordt niet mijn dagelijkse parfum. En dan heb ik nog een pakket. En dat is van... Oh, It Cosmetics. Ja. Deze had ik al opengemaakt. Dit is de doos. En wat zit erin? Oh, mijn favoriete kwast. Deze heb ik al. Maar hoe fijn dat ik deze nu nog een keertje heb. Want dan kan ik hem een keertje vernieuwen als hij gewoon echt aan zijn einde is. Dit is zo'n chille foundation kwast, jongens. Van It Cosmetics. Echt top. En daaronder zit dus nog een concealer kwastje. En dan hebben ze 2 dingetjes opgestuurd. En dit is de CC Nude Glow met SPF 40. Het is een brightening glow serum. Met medium coverage skin tint. En dit is de full coverage cream. Plus hydrating en anti-aging concealer. Dit gaan we zeker even testen. Ik ben heel benieuwd. En verder zit er nog een spiegel in. Oh, dit is heel handig. Dit is heel handig voor vakantie ook. Kan je dat zo neerzetten. Spiegeltje. De familie is dus op dit moment allemaal bij ons in een soort dorpje. Daar is dus een soort mini dorpsfeestje-achtig. Vraag me niet wat het is. Maar iedereen zegt, kom even langs, gezellig, bla bla bla. Ik heb er heel weinig zin in, maar ik heb niks beters te doen. Dus ik ga er wel even heen. Oh, Jani hebt mij nu. Nou, die is nog aan het werk. Oké, dan ga ik wel eventjes. Dan gaan we wel. Ik ben beland in de oase met Jan Barret. En met mijn neefje, Sam. En we gaan even lekker choppen. Lekker chop chop. Oké, jongens, ik ben nu thuis en ik ben me heel snel omkleden. Want ik ga zo meteen met mijn neefje en met Jan naar een feestje op het strand. Ik zou daar eigenlijk misschien al heen gaan met 2 vriendinnen, met Vee en Saar. Maar dat ging niet door. Althans, zij twijfelen nog steeds of ze gaan. En mijn neefje die wilde er wel graag heen. Die zei hallo, je neefje is weer daarna, ga lekker mee. Dus toen dacht ik, ja, waarom ook niet. Jan had niet echt zin om wat te doen. Want hij had de hele dag gewerkt. En ik dacht, ja, ik heb misschien eigenlijk nog wel zin om wat te doen. Dus dat ga ik doen. En mijn neefje moet nog wel een deel van zijn koffer inpakken. Want hij gaat morgen weg naar Ibiza. En wij gaan woensdag. Dus dan zien we hem sowieso daar. Maar ja, hij gaat dus al vannacht vliegen. Dus het duurt ook nog wel even voordat we erheen gaan en zo. Ik hoop dat ik een beetje in de stemming blijf. Want net voelde ik me niet heel top. Maar goed, ik had 1 rozeetje op en toen voelde ik hem al. Omdat ik natuurlijk helemaal niks had gegeten. Ja, nu voel ik me eigenlijk best fit. Want ja, ik heb net een beetje zwarma op. Dus nu voel ik me wel fit. Dus ik heb er wel zin in. Even mijn tanden poetsen. Want ik stink naar knoflook. En dan gaan we richting Scheveningen zometeen. Het is vandaag zondag en ik heb gisteren bij Jani geslapen. Het feestje gisteren was niet heel leuk. Ik weet niet. Ik heb nu al een paar feestjes gehad bij die Peach Club. En ik vind elke keer een beetje moi. Ik vind de muziek super leuk. De locatie is ook leuk. Alleen het publiek is gewoon net niet helemaal my vibe. Maar goed, verder. Het was wel heel gezellig met Sam en Jan. Maar goed, na het feestje heb ik hun afgezet en ben ik lekker naar Jani gegaan. Toen heb ik daar geslapen. En wij hebben vanochtend ook lekker gechilled, uitgeslapen en alles. Nu ben ik thuis en het is chaos beneden. Ik ga vandaag mijn koffer inpakken. Alvast voor Ibiza.
Ik ga kijken wat voor outfits ik mee ga nemen. Dus dat is misschien ook wel leuk voor jullie te zien. Ik ga nog even dit setje passen. Want ik heb een nieuw setje van My Jewelry. Vond ik ook een heel leuk setje. Dus die ga ik nog even passen. En ik moet nog wat content maken. Dus ik denk dat ik eerst eventjes mijn gezicht ga fixen. Ik ga even douchen. Even die content maken. En dan, ja. Ja, ik heb een beetje een planning in mijn hoofd nu. Oké, dit pak heb ik binnen. En ik ben heel benieuwd of dit een heel warm pak is. Dus met andere woorden, kan ik het meenemen naar Ibiza of is het te warm? Op zich, oh nee, dit kan wel. Dit is best wel luchtig spul, geloof ik. Dit is de broek. Er zit een soort patroon in. Nou, niet echt een patroon, maar nou, je snapt wat ik bedoel. En dit is in de maat S. En deze top, even kijken, die heeft een open rug. Die kan sowieso mee naar Ibiza. Dit is de open rug. En dit is de voorkant. En deze heb ik ook in een S. En ja, ik ga het even passen. Oké, dit is het pak. Hij zit nu een beetje in de kreuk. Ik moet hem echt even strijken. Maar ik vind hem wel leuk. Dit is de achterkant met de open rug. En hij zit ook wel mooi hier. Ja, ik vind het wel een leuk pak. Ik weet alleen niet of ik het meeneem naar Ibiza. Want het is denk ik wel warm. Nog met die lange broek en zo. Maar ja, deze zomer ga ik dit sowieso dragen. Oké. Ja jongens, dit jaar mag ik maar één koffer meenemen. Geen trolley. En dat vind ik moeilijk. Dat vind ik erg moeilijk. Normaal gesproken heb ik een grote koffer. En of een trolley. En dan een klein tasje. Maar nu mag ik alleen een grote koffer, want je moet tegenwoordig dus bijbetalen voor een trolley. Maar goed, als het goed is moet het gewoon passen, want ja, ik ga maar een weekje en waarschijnlijk loop ik meer in een bikini dan in kleding. Maar mezelf kennende wordt het nog een uitdaging, dus ik ga lekker outfits voor jullie aantrekken en laten zien wat ik ga meenemen naar Ibiza. Deze jurk, ja, wat denk je zelf? Tuurlijk gaat deze mee naar Ibiza. Geweldig is die en hij zit heerlijk. Vind ik ook iets wat echt Ibiza waardig is, jongens. Allebei trouwens van de Zara. De jurk en dit pak. En ik denk ook nog wel verkrijgbaar. Als je snel bent. Oké, ik heb mezelf echt gepropt in dit jurkje. Maar hij is echt te klein. Mijn tieten worden helemaal plat gedrukt. En nee, het ziet er echt niet uit. Ik kan ook amper ademen. Maar het is een jurkje van Opolly. En ik zou hem heel graag mee willen nemen naar Ibiza. In combinatie met deze geweldige hakken van de Zara. Maar ja, dit kan gewoon niet. Hij is ook echt heel kort. Deze vallen er bijna uit. En ik kan gewoon niet meer ademen. Hij moet helaas terug. En dan moet ik hem gaan ruilen. Kijk, dit vind ik ook zo'n heerlijk zomers outfitje. Voor naar het strand. Hieronder dan je bikini. Tasje erbij. Broekje eronder. Ja, vind ik helemaal leuk. Dit gaat ook zeker mee. En die blouse ga ik waarschijnlijk nog wel vaker aantrekken. Met ook andere outfits. Ja. Die gaat ook mee. Oké, nu gaan we tussendoor even naar beneden. Want Shay heeft koekjes gebakken met mijn moeder. Een of andere koekmix van de Hema die geweldig zijn te zijn. Gaan we even proeven. Ga ik even jouw koekjes testen hoor, Shay. Even proeven of ik die lekker vind. Ik vind ook lekker. Ja? Zie je het? Gebakken, hè? Ja, heel goed. Is dit bij een thee? Ja. Ja. En zo wil je ook. Proost. Met de koek. Proost. En ook met een kopje thee. Nee, nee. Vind je niet lekker? Proost. Gaan we nog foto maken? Zet cheese. Kom dan. Cheese. Ik maak een filmpje, hè? Het is geen foto, het is een filmpje. Nee. Ik ben al de hele tijd jou aan het filmen. Nee. Mijn kokosnoothoofdje. Mijn buthoofdje. Nee, je bent mijn kokosnoothoofdje. Mijn kokosnoothoofdje. Later, als je dit terugziet, dan zal je snappen waarom. Oké, we zijn weer doorgegaan met de outfits bekijken. En dit topje ga ik denk ook dit keer echt meenemen. Ik had hem naar Curaçao mee, maar ik had hem niet aangehaald. Omdat ik, ja, ik vond het elke keer niet zo leuk staan. Maar ik heb hem dus nu op dit rokje. En dit vind ik wel echt leuk staan op elkaar. En ik heb dan nu deze panterhakjes eronder.
Maar ja, die ga ik waarschijnlijk niet meenemen. Want die staan echt alleen maar leuk hierbij. En ik kan hier echt amper op lopen. Ik zou niet weten wanneer ik dit aan moet doen in Ibiza. Maar dit outfitje vind ik dus wel heel leuk. Dus alleen even kijken wat voor schoenen ik hier dan onder kan doen. Oké, dan deze top vind ik heel erg leuk. Heb ik ook nog niet aangehad eerder. Is van de Costes. En dan deze broek. En die is volgens mij van de Zara. Die heb ik al best wel lang. Het is zo'n overslagbroek. En ja, ik vind die wel echt heel erg leuk. En het is eigenlijk een leuke broek voor 's avonds. Maar ook wel van naar het strand. Dus ja, die gaat ook zeker mee. En ik vond dit heel erg leuk op elkaar. Maar ja, in principe kan je dit ook weer los van elkaar stylen. Oké, ik heb jullie een stuk of 6 outfits laten zien. Maar ik had er volgens mij nog meer. Dus ik zal die eventjes hiernaast plaatsen. Want ik heb er wel foto's van. Maar ik ben het vergeten te filmen. Ik heb nog lang niet alles. Tuurlijk niet. Nee, ik moet nog veel meer. Ik ga 8 dagen. Dat betekent 8 outfits voor de avond. En 8 outfits voor overdag. Maar goed, we doen natuurlijk wel aan mix en match. Want anders dan heb ik aan 1 koffer niet genoeg. Maar ja, ik heb nu geen tijd meer. Het is al in de avond. Ik heb al avondgegeten. Het is al bijna 7:45. En ik moet snel naar mijn zus. Want we gaan wat dingetjes bespreken voor Young Event Styling voordat ik wegga. Dus ja, ik moet gewoon nu stoppen helaas. Maar goed, ik heb nog 2 dagen om mijn koffer verder in te pakken. Dat ga ik alleen niet meer voor jullie filmen. Als jullie benieuwd zijn naar meer outfits in Ibiza, moet je maar gewoon mijn Ibiza vlogs gaan kijken. In ieder geval, dit was ook deze video. Het was een beetje een korte weekendvlog. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Dat er een beetje genoeg content ook was. En ja, de volgende video zal dus in Ibiza zijn. En daar kijk ik heel erg naar uit. Dus ik hoop jullie ook. Zie ik jullie in de volgende. Doei!